Hoi en welkom bij deze video over klikken en slepen. En klikken en slepen, dat doe je met de muis. En wanneer gebruik je nou welke functie? Uiteraard in SketchUp. Ik heb hier wat elementen gemaakt. Dit is een component, dat is een component. En je hoort al aan de muis dat ik heel veel aan het klikken ben. Als je in SketchUp te maken hebt met tekengereedschappen of met verplaatsgereedschappen, dan geldt altijd de regel klikken. Nooit slepen. Dus als ik hier bijvoorbeeld een rechthoek maak en ik geef een eerste klik en een tweede klik, dan heb ik dus middels klikken mijn rechthoek opgebouwd. Ik kan natuurlijk even een stap terug en ik zeg, nou, laat ik na de eerste klik een maat invoeren. Dan heb je een eerste klik gedaan en daarna voer je een getal in, gevolgd door enter. Bijvoorbeeld 5000 bij 3000. Enter. Zo, dus op die manier ben ik aan het klikken. Ook als ik iets wil verplaatsen, dan pak ik de move tool. Ook dan ben ik aan het klikken. Klik, beweeg, klik, klik, beweeg, klik, klik, beweeg, klik, klik, beweeg, klik. Nou zweeft hij. Even ergens neerzetten. Klik, beweeg, klik. Klik, beweeg, klik. Oké. Okay. Wanneer mag je dan wel slepen? Nou, er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld de freehand tool, de vrije hand tool. Als ik daar klik, gebeurt er helemaal niks. Dus daar moet ik wel slepen. Ik hou mijn muisknop ingeduwd en ik maak een beweging. En ik laat weer los. En dan is dit mijn sleepactie geweest. Welke nog meer heel goed is voor slepen, dat is de gum. Want als ik met de gum hier ergens overheen sleep, dan worden de lijnen die ik aan heb geklikt, die worden, even een paar stappen terug, de lijnen die ik aan heb geklikt, hè, ik kan ze losklikken, dan gaan ze lijn voor lijn. Maar ik kan ook de muis ingeduwd blijven houden en alles wat nu geselecteerd is, alles wat nu blauw is, is na het loslaten verdwenen. Dus in het geval van de gum ben ik ook aan het slepen. Als ik de gum voor extra opties gebruik, bijvoorbeeld voor soft and smooth, moet ik de commandotoets induwen. De option, of de control voor de Windows. Dan kan ik hier ook al slepend lijnen verzachten. Even een stap terug, want ik was iets te fanatiek. Dus ook dit is weer een sleepgereedschap. Maar eigenlijk alles wat je ziet, ik heb hier de rolmaat, dat is slepen. Ik heb hier een offset, klik, beweeg, klik, dat is ook een sleep. De cirkel, klik, beweeg, klik, is ook een kliktool. Daarvan had ik natuurlijk moeten zeggen dat het een kliktool is. En dus ook de offset is een klik, bedoel ik. En de cirkel is een klik en de polygon is een klik, beweeg, klik. Zelfs de lijn klik, 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 klik. Dus zorg voor een goede muis en als het gaat om tekengereedschappen en bewerkgereedschappen, dan komt het eigenlijk altijd neer dat het klikgereedschappen zijn. Leer dat, leer jezelf dat aan. Je bent heel erg geneigd om een sleepbeweging te maken. Dat is echt in SketchUp niet wat je moet doen. Het kan wel en dat is het verneinigen. Maar je gebruikt je hand en je vinger veel te veel. Je moet veel te veel druk leggen. En tussen het slepen door, tussen het klikken door, heb je gewoon kans om andere dingen te doen. Om even met je camera te draaien of iets anders. Dus zorg dat je klikt. Nou, ik hoor het inmiddels in een zooi in mijn tekening. Dus ik denk dat ik deze video gauw ga afsluiten. Dankjewel voor het kijken en ik hoop dat je wat hebt aan deze tip. Tot ziens!